Het Korps Politie Suriname probeert de criminaliteit met haar en huid de kop in te drukken. Verschillende zwaarwichtige zaken met ook de dood tot gevolg probeert de politie zo snel als mogelijk aan te pakken. Breen Isaaks, directeur operaties van het KPS, besprak de cijfers van de politie vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 augustus. Er 42 huidsdelicten zijn geregistreerd. En dat zijn misdrijven met dodelijk afloop, zoals moord, doodslag, roofmoord. Van de 42 geregistreerde zaken heeft de politie 32 opgehelderd. Er zijn in totaal 62 verdachten aangehouden. De resterende 10 zeer ernstige gevallen zijn nog in onderzoek. En als we kijken naar de motieven, zien we dat deze variëren van burenruzies, motieven die gezocht kunnen worden in de relationele sfeer, maar ook motieven die te maken hebben met hebzucht. Aldus Brian Isaaks. Hij ging verder in op hoeveel aanhoudingen de politie heeft verricht in bijkans een maand tijd. Hier ziet u in beeld een overzicht van de aanhoudingen die zijn genoteerd, zijn geregistreerd over de periode 31 juli tot en met 20 augustus. Als we kijken naar een aantal aanhoudingen, zien we 426 aanhoudingen. Landelijk. Daarvan zijn er 219 verdachten in verzekering gesteld. Met andere woorden, de manschrotten achter slot en grendel. Dossiers, daar zijn er 312 aangeboden aan het Openbaar Ministerie. En een totaal van 393 roadblocks landelijk uitgevoerd. Zien wat betreft vuurwapens die in beslag zijn genomen. 7 vuurwapens in jachtgeweer. Isaak zei dat de korpsleiding op de hoogte is van de verschillende tekorten waarmee zij te maken heeft. Maar desondanks niet stilzitten en het werk op de juiste wijze blijft doen.